Ik wil in ieder geval wel grote bloepers hebben. Oh. Het klotst. Ja, gaat weer. Ja. Loopt wel door. Hij zit volgens mij met het begin vast, hoor. Je hoort wel iets daar. Ja. We can fight the invasion. If I can't save us, I'm taking every last one of them with me. Jongens, welkom bij een nieuwe review bij Gamersnet.nl. Naast me zit Tom, ik ben Peter en het is mijn grote eer en genoegen om de presentatie van dit item te nemen. En we gaan het hebben over Prey. Ja, alle, de Prey-woordgrappen vliegen ons om de oren. Hoezo? Wat, het feit dat ik de game prefereer. Dat wij een privilege hebben om dit te mogen doen. Je hebt wel meer van dit soort dingen. Als je nog leuke woordgrappen hebt met Prey, laat ze even weten. Maar ja, inderdaad, het is ook een game. Dat is ook gewoon leuk. Ja, laat het even Prey meer over de game hebben alsjeblieft. Prey is een nieuwe e-Prey van Bethesda. Oké, het is niet de nieuwe e-Prey, want er is al eerder een Prey. Maar dat lijkt niet eens op deze Prey. Nee, klopt. Die was in 2006 verschenen, was gewoon echt zo'n space shooter, weet je wel, van wow, je bent een guy met indianenkrachten en aliens en jalalala. En nu is Prey meer een soort van sci-fi thriller-achtige RPG van Arkane Studios. Ja, Bethesda heeft gewoon Arkane erop gezet en die kunnen we natuurlijk kennen van Dishonored. Ja, en wij hebben het in onze previews hebben we het heel vaak vergeleken. Goed ingehouden. Heel vaak vergeleken met Bioshock. Ja. Bioshock in Space. En laten we even aan het begin beginnen. Waar gaat Prey over? Prey gaat over Morgan Yu, man of vrouw, dus de hoofdpersoon. En die bevindt zichzelf op Talos One, een ruimtestation. En dat wordt helemaal overrompeld door de Typhon. En Typhon, dit is een mimic. Typhon zijn er in heel veel verschillende soorten, maar dat is eigenlijk mainly de alien threat die je moet uit gaan roeien. Ja, dus jij zit in het begin op dat station en je weet ook niet zo goed waarom, toch? Nou ja, je begint op de aarde en hoe je dan op dat station komt, dat is een beetje mindfucky allemaal. Ja. Sowieso is de game heel mysterieus en kun je echt een beetje van die conspiracy theories gaan trekken als je aan het spelen bent. Terwijl ik aan het spelen was, had ik ook zoiets van, wacht maar... Wordt er nou tegen mij gelogen? Is dit allemaal een droom? Is dit een simulatie? Wat is echt? Wat is... Nou ja, dat is wel wat het doet. En het stoelt erbij, het is gewoon een shooter met heel veel RPG-elementen. Oftewel, je krijgt powers, je kunt dingen upgraden. Ja. We hebben het er uitgebreid over gehad in de previews en zo. Maar inderdaad, je hebt alien powers, je hebt human powers. En je mag een beetje je eigen speelstijl aan gaan nemen daarin. Dus je mag zelf heel RPG-achtig kun je zeggen van... Nou, ik ga meer op shooter, of ik ga meer op stealth, of ik ga meer op de powers werken. Of hacken, allerlei dingen opzetten, traps zetten. Het is allemaal mogelijk en daarin... herken je eigenlijk heel erg Dishonored terug. Ja. Dus het is heel erg een Arkane trademark nu om dat te doen. Van, dus bepaal zelf hoe je speelt. Nou ja, Prey pakt dat en die... Ja, ik vond het persoonlijk wel heel fijn. Ja, maar voor de mensen die nou kijken en denken van... God, dan krijg ik een Battlefield of Call of Duty-achtige shooter. Oh, dat is nee, niet, nee, nee, nee. Het is absoluut... vooral, je merkt heel erg een beetje... het is net zoveel shooter als Skyrim een shooter is. Je bent niet heel veel aan het schieten, weet je wel. Het is... Je moet wel, ja, je hebt weinig kogels, dus je moet sowieso ermee oppassen. Je kunt natuurlijk wel voor kiezen om meer kogels te gaan maken, maar het is niet alsof je gewoon echt continu guns blazing overal te werk gaat. Het is vooral heel erg roeien met de riemen die je hebt. En dat is lang niet altijd schieten, dat kan dus ook powers zijn of slaan of traps of whatever the fuck. Kun je voor mij twee powers noemen die de game voor jou echt een nieuwe game maken? Ik vind de powers op zich, ze doen me gewoon heel erg denken aan Dishonored. Maar goed, je hebt een aantal dingen die dan toch wel heel handig zijn. Ik vind een van de leukste dingen vind ik de feature die je kunt leren van de mimics. Ja. En dat is dus het veranderen in een ander object. En daarmee kun je jezelf snel even doen verdwijnen. Maar je kunt ook heel veel kleine crannies, kun je net door een klein... stukje doorheen als je in een theekopje verandert of zo. Ja, dan kun je ergens doorheen. Ja, precies. Dan zie je van, oh, ik wil daar zijn, maar ik kan er niet komen. Nou, dat kun je dan op heel veel manieren oplossen. Je kunt de area rond gaan zoeken, je kunt codes gaan vinden. Wat je ook gewoon kan doen is van, hey, ik heb daar een klein raampje. Ik verander even in een pen en dan rol ik daar doorheen en dan verander ik daar weer in Morgan. En de eerste keer dat je dat meemaakt, is iets van, oké, dat is wel echt heel vet. Dat is wel echt een hele vette power. Ja. Verder heb je gewoon wat meer energy-achtige dingen. Zo van, oh, een kinetische blast, een vuurblast. Je hebt elektriciteit.
En daarin moet je dus ook weer op gaan letten van, oh, die Typhon is zwak voor dit, dus dan moet ik dat in gaan zetten en zo. Dus wat dat betreft, je kunt heel veel dingen doen met de powers, maar je kunt ook zeggen, ik laat ze helemaal links liggen. Ik ga helemaal als mens Morgan de game uitspelen. Dat is ook wel interessant. Ja, je hebt de game eerder vergelijkt dus met Bioshock. Is het daar, dat zegt wel iets, hè? Bioshock is echt een hele goede game, vooral qua story. Ja, is dat wat Prey ook doet? Is het heel erg een story-driven game die daar zijn kracht uithaalt? Ja, en Bioshock had vooral een goede sfeer, goede ambiance, heel veel backstory die je daarin kon vinden en het was heel mysterieus. Nou ja, Prey heeft dat precies hetzelfde. Ook een beetje Bioshock had natuurlijk ook een beetje RPG-achtige elementen. Ja. Je had de plasmids, dat waren dus de krachten die je met een naald in je arm kon krijgen. Nou ja, Prey heeft dat ook, maar dan met neuromods en die klap je in je ogen een aantal naalden. En dan krijg je daar dus weer je skill trees van en zo. Okay. Dus het is wel in heel veel lijnen lijkt het parallel te lopen aan Bioshock. Alleen dat is puur een groot compliment, want het geeft dat gevoel, weet je wel, van nieuwe plek, mysterieus, wat is het, wie ben ik? Ja, maar hoe is dat ruimtestation? Is het zwervel, is de wereld zwervel, is het fijn om daar te zijn? Oprecht wel, ja. Fijn natuurlijk, je hebt overal Typhon, ze kunnen overal, ik ben zo vaak geschrokken op stream ook al, omdat ze, weet je wel, oh, een medkit, oh nee, het is een mimic. Had ik hier nou ook echt alles al gehad? Volgens mij wel, hè? Ja, fuck! Je bent nooit helemaal comfortabel, maar het is een fantastische omgeving en hij is groter dan je denkt. En hij is ook nog eens best wel open world-achtig opgezet. Jij kunt vanaf het eerste moment al zeggen van, oh, ik kan nu een stukje door space vliegen. Dan vlieg ik dat stukje door space naar een andere area toe. Of de main verhaallijn wil dat ik daar naartoe ga, maar ik zie dat ik daar nog een aantal sidequests heb. Je kunt daar heel erg je eigen pad in maken. Dus het is vrij open wereld en het is ook best wel gevarieerd. Ja. Het ene gedeelte van de Space Station ziet er weer heel anders uit dan het andere gedeelte. Er is een soort van live resort waar een soort van halve jungle gemaakt is, helemaal bovenin. En onderin heb je dan een powerplant, weet je wel, waar allerlei elektrische shit bezig is. Je hebt overal. Het is best wel gevarieerd en echt gevarieerder dan ik had verwacht. Want ik dacht space, ja, een aantal van die tubes, weet je, een beetje Millennium Falcon-achtig, klaar. Maar dat valt reuze tegen. Wow! Oh ja, kom op, Millennium Falcon is... maar Millennium Falcon. De Millennium Falcon is zo klein en Talos One is enorm groot eigenlijk. Dus dat is juist wel leuk dat het meerdere stijlen heeft en meerdere vibes en zo, weet je wel. Ja, oké. Okay. Duidelijk, dan komen we even bij de twee nadeeltjes die we hebben. Want er was online is er een nieuwsbericht gekomen over de consoleversie versus de PC-versie. De PC-versie schijnt perfect te zijn. De consoleversie schijnt hier en daar wat probleempjes te hebben. Ja, nou ja, perfect niet, maar in ieder geval dikke props voor Arkane nadat ze naar Dishonored 2 was best wel een geflopte PC-launch. En nu is de PC-launch gewoon goed. Komt ook omdat die game op Unreal Engine 3 draait. Dat draait sowieso altijd best wel lekker op PC. Mm-hmm. Maar ja, er zitten wel wat technische mankementjes in. Vooral op de Xbox-versie heb ik ook gewoon gehad dat laadtijden tergend lang kunnen duren. À la 3, 4, 5 minuten of langer. Denkt, maar moet je dat ook tussen kamers doen of is dat één keer? Het is wel echt ook tussen kamers en zo. En de kamers zijn wel relatief groot, maar op consoles merk ik gewoon dat een andere area ingaan kilt wel een beetje de flow van het spel. Op PC zal het minder zijn, helemaal als je een SSD zet. Maar ook af en toe de framerate kan een beetje inkakken in bepaalde area's. En dat is dan toch wel dat je denkt van, oh, je zit je lekker in de flow en dan in één keer gaat alles zo choppy. Dat zou eigenlijk niet meer aan de orde van de dag moeten zijn. Nee. Er was nog iets wijd over het hebben. Ja, nog één klein dingetje is, wat ook iets minder fraai is aan Prey, is dat de combat af en toe een beetje clunky is, zoals ik het dan wil noemen. Wonky. Oh nee, clunky. Clunky lijkt me beter. Het is af en toe een beetje klungelig. Onbeholpen, klungelig inderdaad. Het is heel erg dat af en toe dan word je in één keer overweldigd met chaos van heel veel Typhon of zo. En dan zit je heel erg van, oh, voor die Typhon heb ik dat wapen nodig. Voor die Typhon heb ik die power nodig. En dan kan het wisselen van powers en op zich alles ook nog ondertussen ontwijken. Kan zo chaotisch worden dat je denkt van, ik heb alle middelen en ik weet hoe ik dit moet verslaan. Maar dan lukt het gewoon niet. Omdat gewoon die combat een beetje te chaotisch is of zo. Ik weet het ook niet. Dus dat haalt ook wel weer een beetje de flow eruit. Maar dat zorgt dan ook wel weer voor dat je in het spel iets meer tactiek toe gaat passen. Niet het is niet makkelijk, het spel, zeg. Nee, het is echt, sowieso, het gaat moeilijk worden. Ik zei het al, af en toe zit je gewoon met heel weinig kogels en dan moet je echt roeien met de riemen die je hebt. En dan zit je zo van, ik moet nu dingen gaan craften zodat ik weer medkits heb en zodat ik weer nieuwe powers aan kan nemen of zodat ik weer kogels heb van mijn shotgun. Maar er is hier nergens zo'n lijpe 3D-printer en ik zit nou helemaal in de hol van de vijand. Ja. Hoe kom ik daaruit? En dat is wel leuk, want dat is moeilijk en daardoor ga je meer nadenken over van, oh, ik kan tactiek toepassen of ik moet er juist langs. En dat is ook wel echt een tip, je moet ze niet allemaal proberen te verslaan. Af en toe is het gewoon beter om gewoon weg te rennen als een pussy, want anders dan delf je gewoon echt het onderspit. Dus het is lastig, maar echt op de beste van manieren. Eindconclusie.
Bioshock in Space. Ik zei het al vanaf de eerste preview. Deze game pakt precies wat games als Bioshock en System Shock heel sterk maakten. Heeft er een nieuw thema in gemikt. Ontzettend veel backstory. Er is zoveel te ontdekken. En als je de moeite neemt om ook echt dingen te gaan ontdekken. Als je moeite neemt om extra lang naar audiofiles te luisteren. En plattegronden van werknemers van Talos One te gaan bestuderen. Dan ontdek je zoveel meer in dat spel. Meer mods, meer wapens. En dan wordt het zoveel leuker. Dus het is een spel, duik erin. Ga er helemaal in los. En ja, ik raakte er echt in verloren. Plus, hij is langer dan ik had verwacht. Ik dacht, dit wordt dus een 8 uur game. Is absoluut niet het geval. 15 tot 20 uur ben je er zeker mee bezig. En dan wil je natuurlijk nog een keer spelen om ook de menselijke kant, of juist de alien kant, wat meer te ontdekken. Ja. Dus ontzettend goed spel. Alleen maar singleplayer. En het is een uitstervende ras. De adventure shooter, zoals we het kunnen noemen. De Half-Life-achtige, Rage-achtige. Ja. Ja, de shooters waar je ook een beetje puzzelelementen in hebt. Ja. Daar moeten meer games voor komen, want die zijn super vet. Kudos voor Bethesda dat jullie daar je nek voor uitsteken. Dank jullie wel. Merci beaucoup. En bedankt voor je Prema-verhaal, Tom. Volgende keer kom ook naar gamersnet.nl, want we hebben ook een uitgebreide geschreven review van onze Tombert. Dit was Prey, dit was Gamersnet. Dankjewel. Dankjewel, Tom. Tot later. Peace. Warning, this is a station-wide emergency. 5, 4, 3, 2, 1.